Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe Let's Play. En vandaag gaan we een nieuwe PlayStation Exclusive spelen. En dat is Ratchet & Clank Rift Apart. En ik moet al gelijk heel eerlijk met je zijn. Ik heb nog nooit een Ratchet & Clank game gespeeld. Die zijn altijd aan me voorbij gegaan. Maar vandaag is de dag. Althans, zoals je kan zien, ik heb het gisteren eigenlijk ook al gespeeld. Maar vandaag is de dag dat we hem hier in een Let's Play gaan doen. De reden waarom ik hem al gespeeld had is omdat ik... Omdat ik de review doe voor GameKings. En zoals je kunt zien zijn er drie verschillende graphics modes. Net zoals in Spider-Man. Ook van Insomniac natuurlijk. Performance, Ray Tracing, Performance en Fidelity. Fidelity is een 4K 30 FPS modus. Performance, Ray Tracing gaan we doen. Zoals je misschien zelf al wel hebt gezien... Is dit gelijk een van de mooiste games ooit gemaakt qua graphics? We promise nothing nefarious will befall you. We promise. Resistance members, report to the VIP section of your nearest intake facility for compulsory behavioral modification. It will be fun. It will be fun. Het voelt bijna aan als een Pixar film. Was het nou de State of Play dat we echt goed te zien kregen hoe deze game eruit zag? Ik werd echt weggeblazen, man. Hello there. Just me. Volgens mij is zij nieuw. Ik ben niet bekend met de serie, dus correct me if I'm wrong. Maar volgens mij is zij nieuw. It'll help you get home. I designed it to be one size fits all, so it should. Thank you. Character designs zien er trouwens echt top uit. Lekker dystopisch aan ook. Don't you think it's weird to throw a celebration for us? I mean, we haven't done anything heroic in years. Als je ook goed naar de vacht kijkt van Ratchet. What if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Unless you count smiling and waving. Right. Give a big welcome to the Grand Marshals of our parade, Ratchet and Clank. Zie die rechte guy ook, man. Spoel heel even terug. Kijk even die rechte guy. Kijk dan. Jongens. Kijk even je ogen uit. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. En besef, hè. Dit is pas een eerste generatie PlayStation 5 game. Yes, folks, we have a momentous day in store for you. Starting with me. And ending with a surprise gift from Clay. Oi. Oh dear. Must he tell the entire galaxy? Wait, a gift?
we'll see. It is awaiting us at the front of the parade route. Well, we better get moving then. Yeah, let's go. Echt, jongens, ik ga echt niks nuttigs zeggen over Ratchet & Clank. Zoals ik al zei, ik heb de franchise nooit gespeeld. Ik weet dat het gaat over vette wapens, coole platforming, toffe characters. Ja, het was net een periode in mijn leven dat ik dat moest missen, denk ik. Ik heb de Sly Raccoon games ook niet echt gespeeld, bijvoorbeeld. Voor mij was de laatste platformer van Sony die ik echt heb gespeeld Crash Bandicoot en Jak & Daxter. Was natuurlijk ook van Naughty Dog. Maar weet je, als je dit ziet, dan wil je het gewoon gaan spelen. Is dit ammo? Nee, dat helpt. Daar is ammo. Oké, okay, let's go. Het toffe is wel. Dit schieten. Het doet een beetje wat Returnal ook heeft gedaan met de triggers. Als je hem halverwege inhaalt, krijg je single shot. Druk je hem helemaal in. Je voelt ook echt niet een klik, maar wel meer weerstand. En als je hem dan helemaal indrukt, dan gaat hij op automatic fire. Dit doet me denken aan Sonic. Alleen veel langzamer. Double jump. Kan allemaal. Toffe gadgets. Dat was ik al haast vergeten te zeggen. Ja, ik probeer het. Ongelooflijk. En ik zie trouwens, ik was natuurlijk gisteren aan het streamen Final Fantasy 7 Remake. Maar echt veel van jullie zijn echt enthousiast over deze game. Leg mij heel even uit in de comments als je wil. Wat maakt deze game nou zo vet? Wat maakt deze franchise nou zo vet? En mocht je vragen hebben voor de review, want ik speel hem dus voor de review van GameKings. Let me know. Dan kan ik dat meenemen in de review namelijk. Shooter actie. Weet je, ze doen toffe trucjes met met de triggers. Shooter actie voelt nog niet helemaal top, moet ik zeggen hoor. Maar het is ook niet storend ofzo. Wat zijn dit? Het werkt, laat ik het zo zeggen. Het werkt voor wat het moet doen. En misschien verandert dat nog met andere wapens hoor. Dit is natuurlijk een van de eerste wapens. There we go. We gaan gewoon door met de show. Ondanks dat terroristen inbreken. Sure.
pretty sure dat er net mensen gestorven zijn, maar oké. Ratchet, I do not know where I would be without you. You are my closest friend, my teammate, and you have given up a lot to. I have repaired the Dimensionator, so you can travel through dimensions and find your family. Pal, I... What? Dr. Nefarious? Ratchet and Clank! What a wonderful surprise! I didn't expect to see you here. Considering my goons were meant to annihilate... Is dit een enemy uit de vorige game of zo? Ze lijken elkaar te kennen. What do you want, Nefarious? Yes! Can't anyone print instruction manuals anymore? Get the Dimensionator away from Dr. Nefarious! Yes, and quickly. Whatever he has planned, it cannot... Om een of andere reden doet me dit denken aan Killzone Shadowfall. Snap je waarom? Would try something like this. Don't beat yourself up. This will be just like old times. Come on, it looks like Nefarious landed somewhere near the train station. Go, Mrs. Zircon. We should grab a weapon. Need a weapon? Yes. Mrs. Zircon has it all. Let's go. The Enforcer. Go! Let's do it. You have a good time. More goons incoming! Insanity. Ik weet nog dat ik vroeger dacht... Het is gewoon funny als je eraan terugdenkt. Vroeger toen ik Star Fox Adventures speelde... En ik weet niet of jullie ook Star Fox Adventures hebben gespeeld, maar... Toen ik voor het eerst Star Fox Adventures speelde, had ik ook zoiets van... Het voelt als een Disney Pixar film, weet je wel. De vachten van Fox zag er ook ongelooflijk uit. Burst pistol, ja. Dat heb ik nu ook weer. Alleen nu is het echt zo. Let's go! Put down the Dimensionator, Nefarious! Put down the Dimensionator! Yeah, right. Hey, you will see what losing feels like. Spoiler, it's exhausting. As soon as I figure out these stupid coordinates. Say goodbye. Hey! What did you do? No, I don't think that was a good idea. Kijk hoe vet dit eruit ziet, man. De dinosaurussen die uit Rift vallen. The bridge is shot.
There has to be another way across. Hmm. The rifts are reacting to the face quartz in your glove. Toevallig. Try pointing it at one of them. Dat noemen we een MacGuffin. That was rather exciting. Het ziet er wel echt amazing uit, elke keer als je door zo'n rift heen gaat. Wacht maar straks. I wonder how much Nefarious is paying these guys. Not nearly enough. Oh. Oh, wauw. Die had ik niet gezien, joh. Whoa, watch your head. This is worse than I had imagined. Sand sharks from above. Oh, wauw. Nee, ik heb niks meer. Je moet die melee attacks ook nog wel een beetje timen, hoor. I knew you'd come. Might as well give up. Was that a kraken? Yes. Or at least a very... Nefarious' ship! We've got to find a way up there! The taxis leaving from that stand are driving right by him. Then we better not miss our ride. Ah, hier liggen hem al. When did you rebuild the Dimensionator? I have hobbies, and I know that finding the Lombaxes has always been important to you. I thought perhaps we could go together. Okay, wow. That's really thoughtful. That's so insane, dude, man. Why don't we get it back from the fairies first? The wombat. Ook hoe die enemies geanimeerd zijn, man, als je ze raakt. Het ziet er heel oprecht en overtuigend uit. Our rides here? Waar dan? Is het hier? Oh ja. Next stop, Nefarious. These rifts are getting out of hand. Nefarious is in way over his head. What is that? Whoa! Hey! Did Dr. Nefarious really resurface after all these years just to try and take over the universe again? Yeah! I kind of wish he was doing a worse job. Is het kan iemand dit bevestigen? Is dit de stem van Spider-Man? Lijkt er wel op namelijk. Lijkt alsof dat dezelfde voice actor is. Level up. I know. Without you, pal. All right. Now let's get to Nefarious. Oh, are you Smith? Here's what I get for giving my assistant paid paternity. Quickly. We cannot let Nefarious overuse the Dimensionator. We must lower his defenses. Acrobat. Let's just hit them. Oh wow, they pack a punch. Kijk, een enforcer? Nee, daar kunnen we niks mee. Oh, je kan je guns ook levelen, hé?
Oh dear, he is targeting us. Amoeboids. Where did Nefarious find these? Trap ze terug naar waar ze vandaan komen. How many times have we heard that? Probably around 80. No, it doesn't matter. Today will be the last time. Whoop! Whoop! You think a crushing defeat is all it takes to stop me? Yes. I mean, yes. Well, think again! We're going to a dimension where I always win, so you can finally know how it feels. Dit is echt insanity, let op. The dimensions are weakening considerably. Dit schijnt dus alleen op PlayStation 5 te kunnen. Door die insane SSD. Kijk hoe snel werelden worden ingeladen, joh. Ze zullen ongetwijfeld best wel wat toffe trucjes gebruiken om dit mogelijk te maken, maar... Weet je, het effect is magnifiek. Schiet op die rode barrels! Of werkt dat niet zo? Ik wou net zeggen. That doesn't look good. Ratchet? Oh dear, my arm. And no, the Dimensionator, it... What have I done? What have you done? Who are you? Someone with a lot of questions. Let's go for a ride. Yeah. Wait, I have to find my friend. Deze voice actor is trouwens on point. Emperor Nefarious, you have returned early from your conquest. Yes, Emperor. Dat gaat ongetwijfeld niet goed aflopen. Tot hij zichzelf tegenkomt. Dames en heren, Ratchet & Clank, Rift Apart. Oh, oh, oh. Wat een opening van een game. Ongelooflijk spectaculair. Dit is dan ook gelijk het einde van de Let's Play. Laat me weten wat je van de gameplay vond. Vond je dit nou ook een tof video? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Daarmee support je het kanaal enorm. En vergeet niet te abonneren. Alvast bedankt daarvoor. En ja, dit was hem. Dit was de Let's Play. Ratchet & Clank. En we checken elkaar snel weer. Later.